Hoe werkt de geluidswal eigenlijk? Nou, we zijn in Nunspeet. Een paar honderd meter hier achter me zie je het station. En we zijn hier omdat ProRail hier een geluidsscherm laat bouwen. En zoals je ziet, maken de treinen dus best veel herrie. Een geluidsscherm is een soort barrière tussen het geluid wat geproduceerd wordt door de trein en de huizen die erachter liggen. Het geluidsscherm vangt het geluid wat van de trein afkomt op. Het wordt voor een deel geabsorbeerd in de kern in het midden. En voor een deel gereflecteerd. Je ziet dat de korf aan de buitenkant is opgevuld door stenen. Die houden de korf op zijn plaats. En die maken het geluid wat meer diffuus. Dus het geluid gaat een beetje via door de stenen heen. En komt uiteindelijk in de absorberende kern terecht. Behalve deze schanskorf gevuld met stenen heb je ook nog andere varianten. Namelijk aluminium cassettes, houtvezelbeton. Er zijn schermen met cassettes van kokosvezels en glazen geluidsschermen. Maar ze zijn allemaal bedoeld om de geluidsgolven van de trein op te vangen en te absorberen.